Het pact, dat is een gezamenlijke intentie van verschillende partijen om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. En die partijen zijn naast gemeenten ook de verpleeghuizen, de ouderenzorgkoepels en de cliëntenorganisaties en natuurlijk het ministerie van VWS. En samen maken we werk van een betere ouderenzorg, betere kwaliteit van leven van onze ouderen. Wij hebben daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in. Die hadden wij ook al, zeker waar het gaat over mantelzorgondersteuning. Daar zetten wij echt op in. We hebben een nieuw mantelzorgbeleid vastgesteld, omdat wij het belangrijk vinden dat ook mantelzorgers af en toe eventjes op adem kunnen komen en dat we dan goede voorzieningen hebben en een goed ondersteuningsaanbod om hen bij hun waardevolle mantelzorgwerk te kunnen ondersteunen. Want dat draagt er aan bij dat mensen ook langer thuis kunnen blijven wonen en ook langer op een fijne manier thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast hebben wij een ambitieuze aanpak tegen eenzaamheid. Rondom de Passion hebben wij destijds het een en ander georganiseerd. Wij waren heel blij dat die opnames in Dordrecht zijn gemaakt, zodat we daar ook extra aandacht aan konden geven. Ook onze stad konden laten zien. Maar daarmee konden we ook het maatschappelijk middenveld, de bedrijven, restaurants, kerken, organisaties betrekken bij die aanpak tegen eenzaamheid. En dat heeft heel veel positieve energie losgemaakt. En dat proberen we ook echt vast te houden met elkaar. Dat doen we echt samen met de Dordtse samenleving. Het pact voor de ouderenzorg is dus een brede samenwerking. En wij proberen allemaal daar onze eigen rol in te vervullen. Als gemeente hebben wij heel veel contact ook met de zorgaanbieders, met de verpleeghuizen en dergelijke. Zij hebben daar wel een eigenstandige verantwoordelijkheid in, maar we proberen dat wel met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld de inzet van de mantelzorgondersteuning, maar ook het aanbod van zorgmedewerkers. Op dat soort vlakken proberen we echt goed samen te werken. En de verpleeghuizen proberen hun beste beentje voor te zetten om de kwaliteit binnen de verpleeghuizen verder te verbeteren. Ik ben heel trots op het aanbod wat de verpleeghuizen in Dordrecht hebben. En we blijven natuurlijk altijd gezamenlijk op zoek hoe we daar, hoe we dat elke dag weer een beetje kunnen verbeteren. Het is heel belangrijk dat we deze afspraken maken, omdat je ziet dat de kwaliteit van leven voor ouderen, dat ons allemaal raakt. Sowieso in de privésfeer, we hebben allemaal ouders, grootouders. We vinden het ook vanuit die optiek heel belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Maar het raakt ook allemaal verschillende organisaties. En als die allemaal op zichzelf hun eigen dingetje doen, dan bereik je nooit het maximale voor onze ouderen. En daarom vind ik het heel goed dat ook de zorgverzekeraar, waar we de samenwerkingsagenda mee aan het opstellen zijn, de mantelzorgers, de verpleeghuizen, alle partijen, dat we de handen ineens slaan en samenwerken aan een betere ouderenzorg voor onze ouderen. Het pact is eenvoudig te ondertekenen, maar daarna wil je het ook met elkaar realiseren. Ik denk dat wij al heel veel in de stijgers hebben staan en dat het ook een kwestie is van vol blijven houden, de aandacht niet laten verslappen. En het is ook gewoon heel belangrijk dat je elkaar op blijft zoeken. Dus dat je die samenwerkingsagenda die je maakt, dat je die elke keer weer van nieuw zuurstof voorziet. Dat je opnieuw naar met elkaar kijkt van, joh, doen we nog de goede dingen? En doen we die goede dingen ook goed? Of moet er nog een tandje bij? En ik denk dat we goed op weg zijn, maar dat dit een agenda is die we gisteren al hebben vastgesteld, waar we vandaag mee aan de slag zijn en waar we ook in de toekomst op moeten blijven inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Ons land is verder aan het vergrijzen, dus deze maatschappelijke opgave zal de komende tientallen jaren nog in volle omvang blijven.